Ja, welkom bij een nieuwe top 5. En dit keer top 5 zombie games. Nummer 5. Ja, en op nummer 5 staat Dead Island. De game met een mooie trailer. Ja, en wat is er nou precies in Dead Island nou aan de hand? Ja, je bent een groepje survivors en het hele eiland zit vol met zombies. En je komt gewoon op verschillende plekken. En het is gewoon een lijpe game. Je doet veel met melee wapens. Maar ja, er zitten wel guns in de game, maar die maken gewoon te veel lawaai. En dan trekt het gewoon zombies aan. Dus ja, het is gewoon echt een lijpe first person zombie game. Nummer 4. Ja, en op nummer 4 is geëindigd Dead Rising. Het eerste deel speelde zich af in de shopping mall. Misschien wel bekend van Dawn of the Dead, dat ook afspeelde in de shopping mall. Een beetje dat idee hebben ze ook daarvan afgeleid. Het tweede deel speelde zich af in Las Vegas, waar je echt gewoon zombie spelen had. En gewoon echt over de top zombie fun. En het derde deel speelde zich af in een stad. En je had een bepaalde tijd om het spel tot het goed einde te leiden. Want ja, de eerste was dat je namelijk op werd gehaald weer vanuit de helikopter. En natuurlijk de gekke combinaties, de gekke outfits, de te gekke blueprints en wapens, de grasmaaien, de winkelwagen. Al die rare wapens maakten Dead Rising gewoon echt een van de geweldigste zombie games tot nu toe. Nummer 3! Ja, en op nummer 3 staat een open wereld zombie game, namelijk DayZ. Ja, een online multimassive fun game waar je met meerdere mensen tegelijk op een server spelen en dat je moet overleven. Het is echt een survival game. Er zijn zombies, er zijn bandits, de bandits zijn andere spelers natuurlijk. Je moet gewoon overleven, je moet gewoon zoveel mogelijk items vinden, je wapens vinden. Je moet drinken vinden om niet uit te drogen en dit maakt DayZ misschien wel de ultieme survival zombie game. Nummer 2. Ja, en dat is Resident Evil 4. Waarom per se Resident Evil 4? Want dat vond ik de beste namelijk uit de serie. Resident Evil 4 speel je met Leon en je bent in een Roemenië-achtig Oostblokland waar meer aan de hand is dan alleen zombies. President's dochter is gekidnapt en jij moet het redden. Maar er is gewoon zoveel aan de hand, meer dan dat. Het is gewoon echt een lijpe game. Sowieso, Resident Evil is vaak puzzelen en zombie survivalen op de top. Maar Resident Evil 4 deed het gewoon een stuk beter dan al die andere versies. En ik vind gewoon daardoor echt gewoon lijp. En de setting is gewoon lijp. Dus ja, Resident Evil 4, de beste uit de serie, staat dus op nummer 2. Maar wat staat op nummer 1? En op nummer 1 staat Left 4 Dead. Ja, de zombies co-op shooter van Valve. Left 4 Dead zorgt gewoon voor die co-op fun. Zombies, niet echt zozeer alleen zombies. Van die traag rennende zombies, nee. Gewoon op je afsprintende zombies. Verschillende soorten zombies, zoals de Boomer, de Witch. Het was gewoon echt wel lijp. Je had een beetje de sfeer van die stad waar je af en toe in kwam. Gewoon verschillende maps. Ja, de eerste was gewoon al lijp met de hospital waar je in moest, de eerste level. Ja, ik vond gewoon Left 4 Dead was echt al de geniale co-op zombie shooter die tot nu toe uit is gekomen. Dus daarom staat voor mij Left 4 Dead gewoon op nummer 1. Dit was het weer voor deze keer voor top 5. Volgende keer gaan we weer wat anders doen. Voor nu zeg ik tot ziens!